يا طيبة الأنوار لي شوق تبعت هداه يا طيبة الأنوار لي شوق تبعت هداه شوق تبعت هداه ارتقينا للمعالي والخطى ازدادت حنينا إذ تراءت كالخيال روضة الهادي نبينا ارتقينا للمعالي والخطى ازدادت حنينا إذ تراءت كالخيال. Richting Medina al-Munawwara. En ik ben hier, zoals jullie kunnen zien, bij de zee. Ik ben net de zee uitgekomen. Heerlijk gezwommen hier aan de Rode Zee. Zoals jullie weten, Saudi-Arabië is aan één kant omringd door de Rode Zee. En deze plaats is best wel bijzonder. Het heeft namelijk historische waarde. Want dit leidt terug naar de profeet alayhi salam. Dat heeft allemaal te maken met deze moskee, deze oude vervallen moskee en, deze, en dit strand eigenlijk. Dus we lopen even richting de masjid. Want wat is hier gebeurd? In het tijdperk van de profeet alayhissalam stuurde hij een expeditie van ongeveer 300 sahaba. Stuurde hij naar dit gebied. Dit gebied viel destijds, ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar destijds viel het onder de stam van Juhayna. En de profeet alayhissalam die stuurde hun hier naartoe om een aantal karavanen te bekijken van Juhayna. Wellicht bevonden zich in die karavanen, want Juhayna waren nog moslimkind destijds. Wellicht bevonden zich bezittingen van de moslims in die karavanen. Want zoals jullie weten, heel veel bezittingen werden door de moslims afgenomen toen ze uit Mekka moesten emigreren en die werden verkocht en, door de moslimkind van Quraysh. Dus wellicht had Juhayna een aantal bezittingen van de moslims, maar in ieder geval. De profeet alayhissalam die stuurt een groep van 300 sahaba radiyallahu anhum onder leiding van twee commandanten, Amr ibn al-As radiyallahu anhu en Abu Ubaida ibn al-Jarrah radiyallahu anhu. Hij stuurt hun naar dit gebied waar nu deze kustplaats ligt. En hij zegt tegen hun van, hier hebben jullie dadels, jullie rantsoenen, dus jullie voorraad om jezelf te voeden tijdens de expeditie. Dat is deze zak met dadels. Dus die sahaba radiyallahu anhum die krijgen allemaal een dadel. En vervolgens trekken zij dit gebied binnen. Vanuit de Medina hier naartoe trouwens, dat is ongeveer 2 uurtjes met de auto. Dus je moet je voorstellen dat dat best wel lang heeft geduurd, die expeditie, om hier te komen. Vervolgens raakt de rantsoen van dadels raakt op. Dus die dadels die de profeet alayhissalam hun heeft gegeven, die zijn opgeraakt. En er wordt overgeleverd dat vervolgens de sahaba radiyallahu anhum de dadelpitten gebruiken. Zij zuigen op de dadelpitten om iets van voeding binnen te krijgen. Zo nijpend was de situatie hier aan de kust. Totdat een wonder gebeurde van Allah azza wa jal. Een van de vele wonderen van Allah azza wa jal. Een van de wonderen die hij heeft gegeven aan de salihin. In dit geval de sahaba radiyallahu anhum. En vanuit deze zee spoelt een enorme walvis aan hier aan de kust. Dus hier aan de kust spoelt een enorme walvis spoelt hier aan. En vervolgens kunnen de moslims, die 300 sahaba radiyallahu anhum, die kunnen vervolgens een hele lange tijd kunnen zij eten van die walvis. Dus zij raken bijna in hongersnood omdat de dadels op zijn. Zover dat zij zeg maar op pitten moeten zuigen totdat die walvis aanspoelt hier. En vervolgens hebben zij genoeg te eten. Dus in zoverre, er wordt zelfs gezegd dat de ogen van die walvis waren zo groot was die walvis, dat zij gewoon erin konden springen. De botten van die, of het skelet eigenlijk van die vis was, die waren zo groot dat ze sahaba er doorheen konden lopen. Zo groot was die walvis die hier aanspoelde. Een wonder van Allah, waardoor de sahaba radiyallahu anhum hier op dit strand hebben kunnen eten tot hun buiken vol raakte en lange. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulullah. Nou, beste broeders, we zijn net vertrokken uit het gebied waar ik heb gefilmd bij zee. En we zijn nu aangekomen bij Badr. En hier liggen de shuhada van Badr begraven. Als de camera even dichterbij komt.
Dit zijn de begraafplaatsen waar 14 martelaren begraven zijn die hier omgekomen zijn tijdens de Maraka van Badr. Maraka van Badr. Maraka van Badr is in het jaar 2 van de Hijra heeft die plaatsgevonden. In het jaar 2 van de Hijra, dus 2 jaar nadat de moslims Hijra hebben gedaan vanuit de Mekka naar de Medina, de Muhajirin, verzamelen de moslims zich om een karavaan te onderscheppen. Want wat is er namelijk gebeurd? De mushrikien hebben de moslims ontdaan van alle bezittingen. Alles wat ze hadden aan bezittingen, daar werden ze van beroofd. Dus hun spullen, hun geld, hun kleding. Toen ze emigreerden naar Mekka, moesten ze alles achterlaten in... toen ze emigreerden naar Medina, moesten ze alles achterlaten in Mekka. Dus zij gingen naar Mekka toe, de muhajirin, zonder enige spullen. En op een gegeven moment krijgt de profeet krijgt te horen dat een van de karavanen die onder andere de spullen van de moslims vervoert onder leiding van Abu Sufyan, dat die een bepaalde route aflegt. En de profeet die besluit op dat moment om deze karavaan te onderscheppen. Want deze karavaan bezit onder andere de spullen van de moslims. En deze karavaan wordt uiteindelijk door de profeet, hij stuurt een groep mensen daar naartoe om die onderscheppen. Abu Sufyan, die later moslim zou worden, hij is nog een mushrik op dit moment, hij besluit op een gegeven moment om de karavaan om te leiden via een andere route, want hij hoort dat de moslims er aankomen. En vervolgens geeft hij door aan de mensen in Mekka dat de moslims de karavaan willen onderscheppen. Uiteindelijk is de karavaan veilig, maar toch besluiten de mushrikien van Mekka, die besluiten om naar deze plek hier te trekken, Badr, om hier de profeet alayhissalam en de muhajirin en de ansar die met hem zijn, om die te bestrijden. Dus er was geen enkele intentie eigenlijk van beide kampen om echt een grote veldslag te bevechten. Het doel van de mushrikien was om de karavaan te ontzetten, om het zo te noemen. En het doel van de moslims was om de karavaan in te nemen, omdat die hun bezittingen had. Ik neem jullie even mee naar de shuhada van Badr. Want wat gebeurt er op een gegeven moment? Er vindt toch een veldslag plaats, hier op deze plek, bij Badr. Er vindt hier uiteindelijk toch een veldslag plaats. En subhanallah, de moslims zijn ongeveer met 313 in aantal. Ik zal jullie eerst even meenemen naar het gebied, waar de veldslag heeft plaatsgevonden. Waar ongeveer de gevechten hebben plaatsgevonden. Dat is namelijk hier verderop bij die palmbomen, waar nu allemaal palmbomen staan. De moslims zijn ongeveer met 313 in aantal. De bronnen verschillen daarover. Sommigen zeggen 340. En de mushrikien die zijn met meer dan 1000. Die zijn dus in veel grotere aantallen. En uiteindelijk ontmoeten de legers elkaar. Voordat de legers elkaar ontmoeten, daarboven is een berg waar het leger van de profeet alayhissalam haar eerste kamp sloeg. Daarnaast heb je een andere berg die ik zo dadelijk ga bezoeken, want daar kwam versterking voor de moslims van de engelen. De mushrikien van Mekka hadden hun kamp aan de andere kant geslagen. En hier, op deze vlakte, eigenlijk om het hier deze vlakte, hier vond uiteindelijk de veldslag plaats. 313 ongeveer in aantal, muhajirin, ansar. De profeet alayhissalam is overgeleverd voor de veldslag. Hij slaat zijn kamp op een plek waar nu ook een moskee staat. Die ga ik zo dadelijk bezoeken. Hij slaat zijn kamp daar en hij doet du'a naar Allah op advies van Sa'd ibn Mu'ad, radiyallahu anhu, slaat hij zijn kamp. En vervolgens doet hij du'a en er is overgeleverd dat de profeet alayhissalam zodanig du'a deed, zo intensief, dat op een gegeven moment zijn kleding afviel, totdat Abu Bakr radiyallahu anhu tegen hem zei: ja Rasulullah, het is genoeg. Allah zal u de overwinning geven, u zal overwinnen. Dus Allah, de profeet Aslam deed op deze plek een hele intensieve dua voor de overwinning van de veldslag. De mushrikien zijn met grote aantallen gekomen. Uiteindelijk vindt er hier dus een veldslag plaats bij Badr. En de moslims winnen de dag. De moslims winnen uiteindelijk de dag, subhanallah. Allah heeft hun gesteund met hulp. Uit de hemel, namelijk de engelen, die dalen af van een berg die daar verderop ligt, die ik straks wat dichterbij ga bezoeken. Namelijk daarachter zien jullie een berg met zand, zo is die te herkennen. Dat is Jabal al-Malaika. Van Jabal al-Malaika dalen engelen neer, 1000 in aantal, onder leiding van Jibril alayhi salam en Mikael. Er wordt gezegd dat Jibril 500 engelen bij zich had en dat Mikael 500 bij zich had.
En deze engelen die helpen de moslims tijdens de veldslag. En de moslims weten zij door de hulp van Allah Azza wa Jal en de dua van de profeet alayhi salam weten zij de veldslag te winnen. En de namen van de shuhada van Badr die staan hier op. Het zijn er dus 14 in aantal. En ze staan hier op deze plakkaat, om het zo te noemen. Hier is een plakkaat aangebracht. En daar staan alle namen op van de shuhada van Badr. We zijn net bij Badr geweest in de veldslag van Badr. We hebben uitgelegd hoe en wat, waarom. Nu sta ik bij de plek waar de profeet alayhi salam zijn tent heeft geslagen. Namelijk, jullie zien hier nog steeds de ruïne, subhanallah. Het zijn hele oude huizen die hier hebben gestaan. Maar op deze plek heeft de profeet alayhi salam op advies van Sa'd ibn Mu'ad heeft hij een tent geslagen. Specifiek waar nu de moskee staat daar, de witte moskee. Masjid al-Arish. Hij heeft toen daar op die plek heeft hij zijn tent geslagen op advies van Sa'd ibn Mu'ad. Die zei tegen hem, ja Rasulullah, maak een tent voor uzelf. Voor de veldslag van Badr, een soort commandocentrum. Die zal ons kunnen helpen. En wie was degene die rondom de tent de hele dag liep met zijn zwaard om de profeet alayhi salam te beschermen? Dat was Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Dat was zijn gunst. Uiteindelijk, vele jaren later in het tijdperk toen Ali radiallahu anhu de khalifa was. Toen heeft Ali radiallahu anhu hier een khutbah gegeven bij deze moskee. Als je hem even draait. Ja, dit is de moskee. Ali radiallahu anhu heeft toen een khutbah gegeven hier bij deze moskee. En hij zei toen tegen de mensen, wie is de beste? Wie is de beste? En uiteindelijk gaf hij zelf het antwoord. Hij zei tegen de mensen, Abu Bakr is de beste. Want hij zegt, hij kan mij herinneren op de dag van Badr. Toen stond hij hier met zijn zwaard en hij liep rondom de tent van de profeet alayhi salam. Om de profeet alayhi salam te beschermen bij de dag van Badr. En tenslotte, dit was ook de plek waar de profeet alayhi salam die lange dua deed voor de veldslag van Badr. Hij hief zijn handen op naar de hemel. Hij zei, ja Allah, schenk ons de overwinning. Ja Allah, als deze groep van, kleine groep van moslims, als deze worden verslagen, dan is het over met de islam. Want er zijn maar een aantal honderd moslims op de wereld. En uiteindelijk is overgeleverd dat zelfs zijn oksels te zien waren op een gegeven moment. Zijn kledingstuk viel af. En Abu Bakr zei tegen de profeet alayhi salam, ja Rasulullah, het is genoeg. Allah zal u de overwinning geven. En de profeet alayhi salam die krijgt toen de overwinning. Nou, volgende stop heeft ook direct met Badr te maken. Daar heb ik al eerder over gesproken. Jebel Malaika. Dit is namelijk de berg waarvan de engelen neerdaalden om de profeet alayhi salam en de muhajirin en de ansar, de sahaba radiyallahu anhum, om hun bij te staan tijdens de veldslag van Badr. Sommige bronnen die vermelden 1000, dus 1000 engelen ongeveer, onder leiding van Mikael en Jibril alayhis salam, die daalden vanaf deze berg, daalden ze neer om de moslims bij te staan. En dat was natuurlijk de hulp van Allah Azza wa Jal. Net zoals Allah Azza wa Jal de profeten voor de profeet Mohammed alayhis salam steunde en hielp, zo hielp Allah Azza wa Jal Musa alayhis salam middels het in twee splitsen van de zee. Zo hielp Allah Azza wa Jal onze Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bij Badr. Hielp hij hen met wat? Met de malaika, de engelen. De engelen. De profeet alayhi salatu wassalam hulp ontving uit de hemel middels de engelen van Allah Azza wa Jal die de moslims te hulp kwamen. Allahumma barik. Allahumma barik. Masjid al-Nabawi. We gaan inshallah ta'ala de profeet alayhi salatu wassalam groeten. Hier heb je de bekende groene koepel. De koepel waar onder de begraafplaats, het graf ligt van de profeet alayhi salatu wassalam. Wanneer je de Masjid al-Nabawi binnenkomt, op het terrein althans, dan kun je als man op bepaalde tijdstippen kun je de profeet alayhi salam groeten en Abu Bakr. رسول الله فاقتفى القلب حنينا طالبا لقيا يا طيبة الأنوار لي شوق تبعت هدى يا طيبة الأنوار لي شوق تبعت هدى
شوق تبعت هدى. يا رسولا جاء يبغي رحمة للعالمين، في يديه نور فجر يغمر المعتم فينا. يا رسولا جاء يبغي رحمة للعالمين، في يديه نور فجر. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, beste broeders en zusters. Een mooie dag, een nieuwe dag hier in Medina al-Munawwara. We hebben net een stukje gelopen vanuit de moskee van Medina, Masjid al-Nabawi. Gelopen naar, we zijn onderweg naar Masjid Quba, die ligt aan die kant. Daar komen we straks aan, inshallah. Achter mij, hier achter mij, zien jullie Masjid al-Jumu'ah. Dit is de moskee waar de profeet alayhi salam zijn eerste Jumu'ah heeft gebeden. Dus toen hij aankwam met Abu Bakr radiallahu anhu, de hijra, toen hij de hijra bijna had voltooid. En zoals jullie waarschijnlijk ook weten, de eerste moskee die hij toen bouwde, of de eerste plek waar hij aankwam, was Masjid Quba. Die ligt aan die kant. Daar gaan we straks naartoe. Toen hij vanuit Quba richting Al-Medina ging, vandaag is het één grote stad eigenlijk, maar vroeger was Quba was gewoon een klein dorpje, stond los van Al-Medina. En toen hij dus vanuit Quba richting Medina ging, verrichtte hij het Jumu'ah gebed. En het eerste gebed wat hij verrichtte, Jumu'ah gebed, is dus de moskee hier achter mij. Het is Masjid Jumu'ah. Dus dit is de moskee waar de profeet alaihissalam zijn eerste Jumu'ah heeft gebeden. Daarom heet die moskee ook de moskee van Al-Jumu'ah. De witte moskee daar. Allahumma barik. Masjid Jumu'ah. En we gaan die kant op. Die kant inshallah ta'ala. Daar ligt namelijk Masjid Quba. De eerste moskee in de islamitische geschiedenis. De afgelopen jaren heb ik heel veel gesproken over moskeeën door de hele islamitische wereld. Al-Andalus, Masjid Cordoba, Granada, Marokko, de moskeeën van Maghrib, Ribat, Tanja, Tetouan, Fes, Meknes. De moskee van, ik ben zelfs in Oezbekistan geweest. Heb ik jullie de moskee laten zien van Bukhara, Samarkand en Tashkent. Vele moskeeën, Masjid al-Aqsa heb ik ook bezocht. Masjid Omar in Al-Quds heb ik bezocht. Dus er zijn vele moskeeën die ik heb bezocht de afgelopen jaren. Maar dit is de eerste. Ik ben nu beland bij de eerste moskee, de Asl. De eerste moskee die gebouwd werd in het tijdperk van de profeet alayhi salatu wassalam. Hier achter mij zien jullie Masjid Quba. Masjid Quba, de eerste moskee die is gebouwd in onze islamitische geschiedenis door de profeet alayhi salatu wassalam. De eerste moskee nadat hij emigreerde vanuit Mekka, nadat de mushrikien de moslims hadden verjaagd. Arriveerde de profeet alayhissalam naar een lange tocht door de woestijn samen met zijn compaan Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Arriveerde de profeet alayhissalam op deze plek. De mensen in Medina, Medina ligt hier aan de andere kant, ongeveer 4 kilometer, 3 kilometer hier vandaan. Loopafstand. Medina was toen een dorp op zich en Quba was een klein dorpje op zich. Dat was los van elkaar. En de profeet alayhissalam, de mensen in Medina waren al heel lang aan het wachten op zijn komst. Zij waren aan het wachten op zijn komst. Wanneer komt hij aan? En elke dag gingen zij naar de rand van de stad om hem te verwelkomen. Zij gingen naar de rand van de stad om te kijken van wanneer komt hij aan. Met hun harten gevuld met het iman. De muhajirin en de ansar die al hier waren gekomen. Maar de profeet alayhissalam, het duurde maar. En uiteindelijk kwam de profeet alayhissalam aan hier op deze plek. En hier verbleef hij een aantal dagen. Hier was de plek waar zijn kameel ook knielde. En dit is de plek waar hij vervolgens met zijn eigen handen is overgeleverd. Bouwde de profeet alayhissalatu wassalam de eerste masjid in de islam. De eerste moskee waar Allah azza wa jal werd aanbeden. Nou, we gaan inshallah de moskee binnen. Dit is het plein, een van de pleinen voor de moskee. Zoals jullie kunnen zien, ontelbaar veel bussen zijn hier. En heel veel mensen komen hier naartoe. Waarom komen al deze mensen hier naartoe? Dat heeft allemaal te maken met het feit dat het bidden in Masjid Quba een enorme beloning heeft. En daarom is het een doelstelling voor iedereen die hier naartoe komt voor de hajj of voor de umrah.
om hier twee raka'at te bidden in Masjid Quba. Want de profeet, het was zijn sunnah om hier naartoe te komen. Voornamelijk op de zaterdagen kwam de profeet hier naartoe. Op zijn, of lopend of op zijn rijdier. Wij voornamelijk doen het lopend, omdat dat een sunnah is van de profeet. Dit is de minaret van de moskee. De moskee heeft meerdere minaretten, die is natuurlijk door de jaren heen. Dus de moskee verbouwd. Mashallah. Dat moment. Mashallah. We bergen onze slippers op. Terugkomend op de grote beloning van het bidden in deze moskee. De profeet alayhissalam heeft gezegd dat wanneer iemand hier naartoe komt, hij doet de wudu. En hij komt hier naartoe met de intentie om hier twee raka'at te bidden. Dat zo een persoon de beloning krijgt voor iemand die de umrah verricht. Dus het bidden in Masjid Quba heeft de beloning van iemand die umrah verricht. En dat is de reden dat iedereen hier naartoe komt natuurlijk. Om hier het gebed te verrichten in Masjid Quba. Want wie wil nou niet de beloning van umrah krijgen middels twee simpele raka'at. Mashallah. Dus het is een enorme eer om hier te zijn. De eerste moskee in de islamitische geschiedenis. En wij gaan inshallah ta'ala hier twee raka'at bidden. En wij hopen dat Allah dat van ons accepteert. Zodat wij inshallah ta'ala die beloning krijgen van de umrah. We hebben al umrah gedaan, alhamdulillah. En wij hopen hier de beloning te krijgen voor een tweede umrah. Mashallah. لرسول الله فاقتفى القلب حنينا طالبا لقيا يا طيبة الأنوار لي شوق تبعته ذا يا طيبة الأنوار لي شوق تبعته ذا شوق تبعته ذا يا رسولا جاء يبغي رحمة للعالمين في يديه نور فجر يغمر المعاد Dagelijks loop ik vanaf de hotel die hier naast mij staat, loop ik langs deze moskee hier achter mij. Deze moskee heeft ook een verhaal. Dit is namelijk achter mij Masjid al-Ghamama. Masjid al-Ghamama is een moskee die gebouwd is, de plek waar de profeet alayhissalam het regengebed heeft verricht. Salat al-Istisqa. Er was een hele droge periode in Medina en de mensen gingen naar de profeet alayhissalam toe. En de profeet alayhissalam op de plek hier achter mij verrichtte hij het gebed, het speciale gebed voor regen. En er is overgeleverd dat op het moment dat de profeet alayhissalam het gebed verrichtte, verschenen hier wolken hier boven de moskee. En vervolgens begon het te regenen. En om deze reden heette de moskee achter mij Masjid al-Ghamama, dus de moskee van de wolken. Het derde punt waarom deze moskee belangrijk is, is omdat deze moskee de plek is waar de profeet alayhissalam het gebed heeft verricht voor wie? Voor al-Najashi. En Najashi was de leider van Habasha. Dat was het land waar de moslims naartoe emigreerden. Het eerste land waar de moslims naartoe emigreerden voordat de emigratie naar Medina had plaatsgevonden. En Najashi was, zoals jullie misschien ook wel weten, was een hele rechtvaardige leider. Hij was van origine christelijk, maar later in zijn leven werd hij moslim. En toen de profeet alayhissalam kreeg te horen dat hij was overleden, toen verrichtte hij vanaf deze plek achter mij het dodengebed voor een Najashi in afwezigheid. Dat is iets wat in de islam is toegestaan. In dit geval verrichtte de profeet alayhissalam het gebed voor een afwezige, want hij was natuurlijk niet in Habasha, maar hij verrichtte het gebed janaza voor een Najashi, omdat niemand anders dat voor hem kon doen in zijn land. Dus deze drie zaken maken het dat deze moskee achter mij heel erg belangrijk is en historische waarde heeft. Ik zal jullie ook even meenemen naar een plakkaat die hier is aangebracht, waarop informatie staat in het Arabisch en in het Engels. En daar staat op, dit is de laatste plek waar de profeet alayhissalam de twee iets heeft gebeden. Waar hij voor regen heeft gebeden, waar Uthman ibn Affan
ook heeft gebeden in zijn tijdperk. Dus toen Uthman Khalifa was, heeft hij hier ook het gebed verricht. En deze moskee stond bekend als een musalla, een hal waar werd gebeden. Er wordt hier ook gezegd dat in de eerste eeuw van de islamitische geschiedenis, eerste hijra eeuw, was dit een van de moskeeën die werden gebouwd door Omar ibn Abdelaziz toen hij dus de gouverneur was van Medina. En Omar ibn Abdelaziz werd later ook de khalifa van de moslims, maar hij was toen nog de gouverneur van Medina. En door de jaren heen, staat hier, heeft deze moskee aandacht gekregen van verschillende leiders en prominente moslims die het hebben gebouwd, herbouwd. Er is een tijd geweest waarin de moskee best wel verwaarloosd was. Toen heeft een andere leider het weer opgeknapt. En het waren uiteindelijk de Ottomanen, het gebouw wat jullie achter mij zien op dit moment. Het waren de Ottomanen die grotendeels hier eigenlijk vorm aan hebben gegeven zoals het er nu uitziet. De kapellen, dus de huidige vormgeving is grotendeels toe te schrijven aan de Ottomanen. En zoals jullie kunnen zien, de moskee is gewoon open, er is een musalla, men bidt hier ook gewoon. En daar ligt Masjid al-Nabawi, aan die kant ligt Masjid al-Nabawi. Dus dat betekent dus dat deze moskee eigenlijk niet ver van Masjid al-Nabawi staat. En Masjid al-Nabawi hier vandaan is hemelbreed, misschien 500 meter afstand. Dus men bidt hier ook. Een hele tijd heeft deze moskee ook stilgestaan in de zin van er werd hier niet gebeden. Want men verrichtte het gebed in Masjid al-Nabawi. Tegenwoordig is die gewoon opengesteld en kunnen mensen hier bidden. En je ziet hier dat mensen ook naar binnen gaan om hier het gebed te verrichten. En daar zit een moskee, staat een moskee. En deze moskee is vernoemd naar Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu, die moskee daar. Vernoemd naar al-Siddiq radiyallahu anhu. Want er wordt gezegd dat toen Abu Bakr radiyallahu anhu, toen hij de khalifa was, dat hij daar achter mij op die plek weer het Eid gebed heeft verricht. En daarom is die plek vernoemd naar Abu Bakr radiyallahu anhu. En daar zien jullie weer een andere moskee, aan die kant, een witte moskee daar. En die moskee is vernoemd naar Ali radiyallahu anhu, maar die is gesloten. En er wordt gezegd dat Ali, Allahu a'lam of dat authentiek is, maar er wordt gezegd dat Ali daar in zijn tijd weer het gebed heeft verricht. Dus er staan hier eigenlijk vier moskeeën naast elkaar, vernoemd naar Masjid al-Nabawi, de profeet alayhis salam. Deze moskee, Masjid al-Ghamama, achter mij. En dan heb je Masjid Abu Bakr en Masjid Ali aan die kant. Dus even kort de achtergrond van deze moskeetjes. Dan salat al-Maghrib. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah.
binnenkant van de Masjid al-Nabawi. Nou, Al-Madina al-Munawwara is een stad die bekend staat om haar landbouw. Terwijl de mensen in Mekka leefden van de handel en van de omzet, de prestige van de Kaaba, leefden de mensen van Al-Madina van onder andere dadelpalmen en landbouw. Het is een stad geweest die heel erg gefocust was op de landbouw. En ik ben hier op een plek die historisch is, namelijk een dadelpalmgaarde waar tamar, dadels worden geproduceerd. Ik loop hier namelijk tussen de dadelpalmen. En deze dadelpalmen, subhanallah, die zijn door door de profeet alayhi salatu wasalam zelf zijn ze geplant in die tijd. Sommige bomen zijn waarschijnlijk later geplant en zijn verwijderd, want bomen die worden natuurlijk oud en af en toe moeten ze verwijderd worden, worden nieuwe bomen geplant. Maar deze dadelpalmgaarde is vernoemd naar een sahabi van de profeet alayhi salatu wasalam, namelijk Salman al-Farisi radiyallahu anhu. Salman al-Farisi zocht naar de waarheid. Hij zocht naar de haq en hij heeft een hele tocht gemaakt door de wereld om uiteindelijk de waarheid te vinden. Salman radiyallahu anhu is geboren in Faris, in wat tegenwoordig Perzië heet. En hij zocht naar de waarheid. Hij vond de waarheid niet in de religie van de Majus, de vuuraanbidders van Perzië. Dus zocht hij de waarheid op andere plekken. Hij begon te reizen door de wereld. En hij begon kennis op te doen en kennis te zoeken op zoek naar de ultieme waarheid. En overal waar hij kwam, leerde hij een beetje en hij leerde een beetje en hij leerde een beetje. Maar hij vond nooit de waarheid. De haq. Totdat hij uiteindelijk een advies kreeg van een man. Die zei tegen hem van, jij moet naar Yathrib. Het gebied waar in Arabië, in Hijaz, waar dadels groeien en dadelpalmen staan. Want daar zul jij uiteindelijk de waarheid vinden. En de waarheid vind jij in de profeet alayhi salatu wassalam. En uiteindelijk ging hij dus hier naartoe. En hij komt aan in dit gebied. En hij begint hier te werken voor een Joodse man. En die Joodse man die stelt Salman. En die Joodse man die laat Salman werken op zijn grond, zijn landbouw. En Salman die begint een leven van, een soort van slavernij eigenlijk. Hij werkt heel hard op het gebied van de Joodse man. En hij heeft niet echt de mogelijkheid om mee te doen. Want de profeet is inmiddels begonnen met zijn da'wa. De profeet is inmiddels begonnen met het prediken van de islam. Maar Salman is vastgeketend aan wat? Aan die Joodse man voor wie hij moet werken. Dus uiteindelijk, nadat Salman uiteindelijk kennis heeft gemaakt met de profeet a.s., wordt hij moslim. Hij wordt moslim en hij erkent het profeetschap van de profeet a.s. Maar er is nog steeds een probleem. Hij is nog steeds een soort van slaaf eigenlijk. En uiteindelijk wordt er gevraagd aan de Jood van, wat is er voor nodig om Salman vrij te kopen? Wat is er voor nodig om deze man vrij te kopen? En uiteindelijk, de Jood die gaat akkoord met wat? Met een stuk goud. En hij gaat akkoord met dadelpalmen. 300 in aantal. En uiteindelijk worden deze bomen door de profeet alayhi salam zelf geplant. Met de hulp van de sahaba radiyallahu anhum. En het goud wordt ook gegeven aan de jood door de profeet alayhi salam. En zo wordt Salman radiyallahu anhu wordt vrijgekocht door de profeet alayhi salam. Middels die dadelbomen. Inshallah, hier een water. Er is hier ook een waterbron die al jarenlang water geeft, zoet water. Die hier water geeft aan de dadelbomen. En op deze dadelpalmgaarde eigenlijk heeft Salman gewerkt. En hier zijn ook dus die dadelpalmen van, die door de profeet a.s. zijn geplant voor Salman. Die zijn hier dus ook geplant. Dus het is een hele bijzondere plek, subhanallah. Je voelt ook de rust hier. De baraka. En Al-Madina staat dus bekend om haar dadels. Zoals de bekende ajwa dadels. Die we allemaal nuttig in Ramadan en daarbuiten. De meest lekkere dadels komen uit Medina.
de gezegende dadels ook, waar de profeet alayhissalam ook expliciet over heeft gesproken, dat zij zegeningen bevatten, de ajwa dadels, dat zij profijten hebben, die komen uit Al-Madina, uit onder andere dit gebied hier. Dus tot zover een verslag hier vanuit Al-Madina, de dadelpalmgaarde van Salman Al-Farisi. Een andere belangrijke plek in Al-Madina die historische waarde heeft, dat is de plek waar de Ma'raka van Al-Khandaq heeft plaatsgevonden. En daar bevind ik mij op dit moment, want op deze plek werd de veldslag van Al-Khandaq werd gevoerd. En hier achter mij, daar boven, dat is de plek waar de profeet alayhissalam zijn dua deed tijdens de Ma'raka van Al-Khandaq. Wat is Al-Khandaq? Wat is de achtergrond? In de periode van Al-Madina, dan praat ik over de periode na de Ma'raka van Uhud, werden de moslims wederom aangevallen door de kuffar en de mushrikien. En die wilden natuurlijk een einde maken aan de da'wa van de profeet alayhissalam. En zij verzamelden een grote alliantie eigenlijk, de Ahzab ook wel. Daarom wordt het ook de campagne van de Ahzab genoemd. In de Koran heb je ook daar heel veel referenties naartoe. Zij verzamelden een alliantie van verschillende partijen die allemaal verenigd waren in één doel: het bestrijden van de moslims en de profeet alayhissalam. En dat gebeurde dus op deze plek hier. En hoe hebben de moslims zich toen verdedigd tegen de Ahzab, tegen de verschillende Arabische stammen die hun hadden aangevallen? En de Arabieren kregen zelfs hulp van de Joden van Al-Madina tijdens deze campagne. Dat gebeurde nadat de profeet alayhissalam om advies vroeg. En Salman al-Farisi radiyallahu anhu, die kwam toen met een advies. En hij zei tegen de profeet alayhissalam, hij zei tegen hem van: ik adviseer u, o Rasulallah, om een greppel te graven. Een greppel rondom Al-Madina, om zo de stad op die manier te verdedigen. En zo geschiedde. De profeet alayhissalam die liet toen een greppel graven rondom Al-Madina. En dat hier is dus de plek waar dat gebeurd is. Ik zal jullie even de gebouwen hier in beeld brengen. Nou, dit is de plek waar het allemaal heeft plaatsgevonden. Dus hier werd die greppel gegraven. Dit was een van die plekken waar de greppel gegraven werd. En wat is er vandaag allemaal hier te zien? Hier is een musalla waar men het gebed kan verrichten. Hier is een musalla. Hier zien jullie een enorme moskee. Die witte moskee daar, dat is Masjid al-Khandaq. Die werd later op deze plek werd die gebouwd. Er zijn ook een aantal plekken die vernoemd zijn naar een aantal sahaba. Waaronder Salman al-Farisi, Ali radiyallahu anhu en Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Daarboven, dat is de plek waar de profeet alayhissalam dua deed. Deze dua trouwens, die zeggen wij op tijdens de umrah. Want wanneer jij tijdens de umrah de sa'i doet tussen Saf en Marwa, dan zeg jij de dua op. En een onderdeel daarvan is hazam al-ahzab wahda. Hazam al-ahzab wahda. Dat zeg je tijdens de sa'i. Hazam al-Ahzab. De Ahzab zijn dus die partijen die de moslims wilden vernietigen tijdens de Ma'raka van Al-Khandaq. Dus dat vond hier allemaal plaats, op deze plek hier. Een belangrijke gebeurtenis tijdens de Ma'raka van Al-Khandaq is op het moment dat de moslims echt heel erg moeilijk hadden. Want ze hadden het moeilijk. Waarom hadden zij het moeilijk? Honger. Er was heel erg... Het was heel koud, weeromstandigheden waren lastig. Zij werden belegerd, ziektes begonnen zich te verspreiden. Dus de moslims hadden het tijdens Al-Khandaq, de Ma'raka van Al-Khandaq, hadden zij het heel erg moeilijk, omdat zij dus werden belegerd. En op dit cruciale moment, op het moment dat de moslims eigenlijk denken van ja, zullen we wel winnen? Op dat moment, hier is trouwens, op deze plek is de Khandaq... De Al-Khandaq is toen hier zeg maar ook gegraven. Op dit moment komt de profeet alayhissalam naar voren en hij zegt: Barakallahu fik, jazakallahu khair. Water gekregen van een broeder, mag Allah hem er rijkelijk voor belonen. Water, het is hier enorm warm, het is denk ik richting de 40 graden, dus water is meer dan welkom. Terug naar de profeet alayhissalam, want wat gebeurt er op het moment dat dit zeg maar heel moeilijk wordt? Er is een steen. Een steen. En deze steen, die is heel groot en niemand kan hem eigenlijk uit de weg krijgen. En de profeet alayhissalam, uiteindelijk wat gebeurt er? Hij pakt een, hoe noem je zo'n ding, een pikhouwel, een grote pikhouwel eigenlijk. Een vuist, zeggen wij. Hij pakt die op en vervolgens zegt hij Allahu Akbar en hij slaat, bam, 1.
En hij zegt van, de sleutels van San'a zijn mij gegeven. San'a is de hoofdstad van Jemen in die tijd. Vervolgens slaat hij nog een keer, bismillah, Allahu Akbar. En hij zegt, de sleutels van Asham zijn mij gegeven. En dat doet hij nog een keer. En hij zegt, de sleutels van Medain was in die tijd de hoofdstad van het Perzische Rijk, zijn mij gegeven. Dus tijdens de Maraka van Al-Ghandag, tijdens die hele moeilijke momenten, voorspelt de profeet alayhissalam, voorspelt de opening en de fetah en de verovering van hele belangrijke supermachten in die tijd, namelijk San'a, dat lag in Jemen, Medain, de hoofdstad van het Perzische machtige rijk, en ook hij voorspelt de verovering van het Romeinse rijk in Sham. En je zou denken okay. Dus ik sta nu op een belangrijke plek. Nou, dit is een moskee die later gebouwd is. Dit is Masjid al-Shuhada. Hij heeft op zich niks direct te maken met de veldslag. Dit is later gebouwd. Dit hele gebied hier en daar is Jebel Uhud. Jebel Uhud is niet één berg. Het is een bergketen eigenlijk, bestaande uit een groot aantal bergen. En het loopt zeker 2 kilometer zo door. Dus het is een bergketen eigenlijk, niet één berg. En hier waar al die mensen staan, dit is Jebel Roma. Dit is de berg, Jebel Roma of Jebel Romat. Dit is de berg die door de moslims werd gebruikt om boogschutters te positioneren. Nou, laten we even de berg opgaan, want we moeten natuurlijk ervaren hoe dat toen gegaan is. Hoe het toen gegaan is tijdens de veldslag. Dus de moslims, die 50 boogschutters, worden door de profeet alayhissalam hier de berg opgestuurd. En deze berg heeft daarom ook de naam Jebel Roma gekregen. We lopen even de berg op. Terwijl we de berg oplopen, wat gebeurt er? Al-Abbas radiyallahu anhu, de oom van de profeet alayhi salam, die verblijft in Mekka. En het lijkt zo te zijn dat hij een geheime moslim is. Er wordt gezegd dat hij na de veldslag van Badr, dat hij toen moslim is geworden. En hij stuurt een bericht naar Medina, naar de profeet alayhi salam, waarin hij hem waarschuwt en hij zegt van, ze komen eraan. Ze hebben een groot leger verzameld en ze komen jouw kant op. Dus dat is eigenlijk de reden waarom de profeet Aslam weet dat er een leger aankomt. Via de informatie die hij krijgt van Al-Abbas. Nou, ik sta nu op Jebel Roma. Ik zal nog een stukje naar boven gaan. De profeet Aslam, wanneer hij dit te horen krijgt, gaat hij shura doen. Dus hij roept de muhajirin, de ansar, bij elkaar. En hij vraagt hen, wat gaan we doen? En het is een traditie van de profeet Aslam om de mensen om advies te vragen. Dat is iets wat wij ook in ons leven mee moeten nemen. Dat je advies vragen aan de mensen van kennis, mensen van ervaring. En niet zomaar beslissingen nemen. Oké, ik sta nu helemaal boven Jebel Roma. Hij vraagt me, wat gaan we doen? Een groep senioren met gezellen zeggen van, wij blijven in Medina. En wij gaan Medina vanuit Medina verdedigen. Waarom? Ze zeggen, Medina biedt natuurlijke bescherming. Want Medina wordt omringd door Harrat. Dus vulkanische gesteente. Die kunnen jullie ook allemaal zien hier. Medina wordt omringd eigenlijk door bergen, waaronder vulkanische gesteenten. Het wordt beschermd door Jebel Uhud hier. En richting Quba, richting Quba wordt Medina beschermd door dik begroeide dadelpalmen. Dus zij zeggen van, wij blijven in de stad en wij verdedigen ons vanuit de stad. Want Medina is niet in te nemen door de natuurlijke defensie. Een andere groep, dat zijn jongere sahaba, zij zeggen tegen de profeet, wij zijn toch niet laf? Wij laten ons toch niet, zeg maar, we gaan toch niet in onze huizen blijven. We gaan het gevecht aan. We gaan erop uit. We gaan de mensen ontmoeten en we gaan vechten. We zijn geen lafaarden. En zij blijven op de profeet alayhissalam inpraten. En uiteindelijk accepteert de profeet alayhissalam hun advies. En de profeet doet zijn oorlogskleding aan. Dubbele bepantsering doet de profeet aan. Dit leert ons trouwens ook iets belangrijks. Namelijk dat hij is de nabi van Allah. Hij wordt door Allah beschermd. Maar toch laat de profeet ons zien van, je moet altijd voorzorgsmaatregelen treffen. Als moslim heb je de overwinning niet cadeau gekregen. Dus de profeet doet dubbele bepantsering aan. En hij trekt met zijn leger. Het leger van de moslims bestaat ongeveer uit 1000 soldaten. Zij komen hier aan op deze plek. Dus wat doet de profeet alayhissalam vanuit strategisch militair opzicht? Hij positioneert zijn leger hier aan deze kant. Waarom doet hij dat? Heel belangrijk. De profeet alayhissalam was een strateeg. Namelijk, hij zegt, wij krijgen bescherming door Jebel Uhud. Dus onze rug is richting Jebel Uhud. Ze kunnen ons niet in de rug aanvallen. Dus er is een passage voor de mushrikien, zeg maar, om doorheen te komen. Dat is dit gebied. En hij, om die reden zegt hij van, om hun de pas af te snijden, positioneren wij 50 boogschutters hier op deze plek. En wanneer zij in de buurt komen, dan vuren wij onze pijlen af, zodat zij ons niet kunnen benaderen vanuit die open vlakte, om het zo te noemen.
En uiteindelijk zegt hij tegen de 50 boogschutters, hij zegt tegen hun van, verlaat deze plek, deze berg, onder geen enkel opzicht. Tenzij ik jullie het bevel geef, dan pas mogen jullie de berg af. En zij gaan de berg op, 50 boogschutters. Het leger van de moslims wordt hier gepositioneerd, bestaat ongeveer uit 1000, zei ik net. En subhanallah, wat gebeurt er? Uhud is ook een heel belangrijk moment, namelijk wat gebeurt er? De munafiqin steken voor het eerst hun hoofden op. De munafiqin, die tot nu toe best wel kalm waren en hun nifaq verborgen. Bij Uhud komt de ware gezicht van een groot aantal munafiqin komt naar boven. En 300 soldaten onder leiding van Abdullah ibn Sarul, zij besluiten om zich terug te trekken en zij gaan weg. En ze laten de moslims in de steek. Dus de munafiqin worden geëxposed eigenlijk bij Uhud. Dit is ook een van de belangrijke leerpunten uit Uhud. De munafiqin worden nu blootgesteld. Dus de profeet is met 700 over. Er ontstaat ook een discussie van wat gaan we doen. Gaan we de munafiqin eerst bestrijden? Gaan we hier blijven? Uiteindelijk Allah die brengt openbaring. En de moslims blijven hier op hun plek. En de munafiqin gaan terug naar Medina. Vervolgens, de mushrikin komen van die kant eigenlijk, daar was hun leger. Onder leiding van een aantal grote nobelen onder hun. Het leger wordt geleid door de opperbevelhebber, om het zo te noemen, dat is Abu Sufyan. En hij had een aantal commandanten aangesteld, waaronder Khalid bin Walid, Ikrimah ibn Abi Jahl, de zoon van Abu Jahl. En die wilde natuurlijk de dood van zijn vader wreken. En Safwan ibn Umayyah. Deze drie zijn de leiders, de militaire leiders van de Quraysh, de mushrikin van Quraysh. En de profeet alayhis salam heeft zijn leger hier. Vervolgens de moslims vallen aan. De mushrikien die vechten terug. En de moslims zijn aan het winnen. Ze zijn aan het winnen. Dus het lijkt zo te zijn dat de moslims de slag gaan winnen. En de mushrikien worden teruggedreven. Ze hebben ook hun vrouwen meegenomen. Waaronder Hind ibn Utba is ook aanwezig hier. En vervolgens de mushrikien die verliezen de slag eigenlijk. Het dreigt zo te gaan. Waardoor zij op een gegeven moment zeggen van oké, wij vluchten. En een aantal moslims denkt van Safi, de buit is binnen. We hebben de slag gewonnen. Dus wat doen zij? Zij beginnen, subhanallah, zij beginnen de ghanima te verzamelen. Want de mushrikin laten namelijk hun ghanima laten ze achter. En vervolgens, de moslims denken van ghanima is kostbaar. Dus de zwaarden, de speren, de schilden, die waren heel kostbaar. Want de mushrikin, de Quraysh, hadden niet een traditie van het maken van wapens. Die kochten zij heel duur in, dus dat was heel veel waard. En de moslims nemen die wapens, die ghanima nemen zij. En de mensen die hier op de heuvel staan, op Jabal Rumah, de boogschutters, zij zien dat allemaal gebeuren en zij krijgen geen bevel. Dus zij denken van, wat doen wij eigenlijk? De anderen die gaan er vandoor met de buit. En wij staan hier eigenlijk maar een beetje. Waardoor, volgens sommige bronnen, een groot aantal van hun, rond de 40 ongeveer, besluiten om deze berg te verlaten, zoals ik nu ga doen. Zij verlaten deze berg. Zij lopen naar beneden om de ghanima ook te nemen. En op dat moment gebeurt er iets. Khalid bin Walid, die de commandant is van de mushrikien, hij ziet dat. En zoals jullie weten, Khalid is een stratege, een commandant. Dat zou hij later ook bewijzen toen hij moslim werd. En de enigste overwinning die de moslims hebben geleden van de mushrikien was, de nederlaag die zij hier hebben gekregen van Khalid bin Walid. Dus Khalid die ziet dat en hij gaat hier om de berg heen eigenlijk. Hij positioneert zijn leger, zijn ruiters. Zij gaan hier om Jabal Rumah gaan ze heen. En zij vallen de moslims hier in de rug aan. En het voordeel wat de moslims dus hadden, Jabal Uhud daar, dat hebben zij dus niet meer. Want ja, ze zijn nu in de rug zijn ze aangevallen. En daardoor ontstaat chaos in de rangen van de moslims. En in deze chaos komen een groot aantal van de sahaba radiyallahu anhum komen om het leven. In totaal zijn er ongeveer 70 shuhada gevallen hier bij Uhud onder de moslims. En hier is de begraafplaats van Uhud. Daar zien jullie 70, dit zijn graven. Daar zijn ze begraven. Aan de andere kant is ook een andere plek waar een groot aantal van hun zijn begraven. Dus hier op deze begraafplaats bij Uhud zijn in totaal 70 van de sahaba radiyallahu anhum zijn hier begraven. Op deze plek. Dus mogen Allah azza wa jal hun genadig zijn. Mogen Allah azza wa jal hun martelaarschap accepteren. Radiyallahu anhum. Allah is tevreden met hun zoals hij in de Koran zegt. En zij hebben hier gestreden voor ons, voor mij en jou. Omwille van Allah azza wa jal hebben zij hier gevochten voor mij en jou. En subhanallah. Dat is de nalatenschap van de shuhada.
van Uhud. Nou, we gaan een bezoek brengen inshallah aan de begraafplaats van Al-Madina, Al-Baqi'a. Achter mij hier zien jullie de moskee van de profeet alayhissalam. En de groene koepel is daar ook te zien. De groene koepel, daaronder is de profeet alayhissalam begraven. En daar, aan die kant, ligt de begraafplaats van Al-Madina Al-Baqi'a. En daar gaan we inshallah naartoe, daar gaan we even verhaal vertellen van deze begraafplaats van Al-Madina inshallah. Nou, ik ben binnen in de begraafplaats van Al-Baqi'a. Ik begin even met de richtlijnen van het bezoeken van graven. En ook de waarschuwingen. Er staat bijvoorbeeld, wat niet mag, is het bidden tot de graven. Degene in de graven vragen om bepaalde zaken die Allah kan geven. Het schrijven of aanraken of dat soort zaken over de graven, dat mag ook niet. Wat wel mag is het herdenken van de dood en dua doen voor de bewoners van de graaf. Dus dat is even het begin voordat we inhoudelijk gaan praten over de begraafplaats zelf. Dat is belangrijk om te vermelden, want er komen vaak onwetende mensen die komen hier naar andere begraafplaatsen toe. En zij beginnen dan vervolgens daar allerlei zaken te verrichten die niet conform de sharia zijn. Dat zien we terug op meerdere plekken. Eindeloze rij van graven aan alle kanten eigenlijk. Die kant op, die kant op. En helemaal tot en met de poorten van de moskee van de profeet Al-Islam die kant op. Dus het is een enorme begraafplaats. Dus zoals ik net aangaf, deze begraafplaats is heel bijzonder. En daarom willen heel veel mensen hier ook begraven worden. Een Saoedi die zei een keer van dat de mensen van Al-Madina, sommige van hun, die willen Medina niet verlaten. Die wonen hier dus al jaren en willen Medina niet verlaten. Om bijvoorbeeld naar een andere stad te gaan. Omdat ze bang zijn dat wanneer ze komen te overlijden, dat ze niet hier op deze begraafplaats van Al-Baqi'a worden begraven. Dus wat is de criteria, of wat is het criterium om hier begraven te worden? Een van de criteria is dat degene die komt te overlijden in Medina is overleden. Dus wanneer iemand in Medina overlijdt, dan kan hij hier begraven worden. Het maakt dan niet uit of je een Saoediër bent of geen Saoediër, want heel veel mensen die hier begraven liggen zijn überhaupt geen Saoediërs. Dus eigenlijk wat belangrijk is dat men hier in deze stad komt te sterven en dan kan je hier begraven worden. Sterf jij niet in deze stad, dus kom je niet te overlijden in Medina, dan kan je in principe hier niet begraven worden. En daarom bijvoorbeeld de Saoedische koningen, die zijn hier niet begraven. Die zijn ergens anders begraven omdat ze hier niet zijn overleden. Je zou denken dat een Saoedische koning zou zeggen van begraaf me alsjeblieft op de plek waar 10.000 sahaba begraven liggen en waar de Ummahat al-Mu'minin begraven liggen. Nee, ze zijn hier niet begraven omdat ze niet in Medina zijn overleden. Dus wie is hier begraven in Al-Baqi'a? Zoals ik net zei, ongeveer 10.000 sahaba van de profeet alayhissalam. Die zijn dus begraven op meerdere plekken hier door de begraafplaatsen heen. 10.000. Ook vrijwel alle Ummahat al-Mu'minin zijn hier begraven. Dus de vrouwen van de profeet alayhissalam, die zijn hier vrijwel allemaal begraven. Met uitzondering van twee. Khadija radiallahu anha, die is in Mekka, is zij begraven. Omdat ze natuurlijk is overleden voor de hijra. En een andere al-Mu'minin, dat is Maymuna radiallahu anha. En Maymuna is hier ook niet begraven. Zij is begraven ook in de buurt, net buiten Mekka eigenlijk, op een vrijwel anonieme plek die niet heel veel mensen kennen. Zij is hier niet begraven, maar de andere Ummahat al-Mu'minin zijn hier allemaal begraven. Waaronder dus Umm al-Mu'minin Aisha radiallahu anha, die is hier begraven. Wie nog meer? Sauda radiallahu anha is hier begraven. Hafsa radiallahu anha is hier begraven. Dus Umm al-Mu'minin Hafsa, de dochter van Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, die is hier begraven. Wie is hier nog meer begraven van de Ummahat? Umm Salama radiallahu anha, die is hier ook begraven. Umm Salama is hier dus ook begraven. Even kijken. Wat betreft
De sahaba van de profeet alayhi salam, zijn een groot aantal van hun zijn hier dus begraven. Ik zal even beginnen bij de familieleden van de profeet alayhi salam. Nou, ik noemde net al dus zijn vrouw, met de uitzondering van Khadija en Maymuna zijn die allemaal hier begraven. De dochters van de profeet alayhi salam zijn hier ook allemaal begraven. Dan moet je dus denken aan Fatima radiallahu anha, die is hier begraven. Ruqayya is hier begraven. Zainab radiallahu anha, die is hier ook begraven. Umm al-Kulthum is hier begraven. En ook de jonge zonen van de profeet alayhi salam, die zijn hier ook begraven. En dan hebben we het over bijvoorbeeld Ibrahim, een van de zonen van de profeet alayhi salam, die is hier begraven. Dus de familieleden van de profeet a.s. zijn hier begraven. Ook de kleinkinderen van de profeet a.s. zijn hier begraven. Dus zijn kleinkinderen. En dan Hassan. Hassan radiallahu anhu, die is hier begraven. En ook een andere achterkleinkind eigenlijk. Dat is Zain al-Abidin. Die is hier ook begraven. Ook al-Abbas radiallahu anhu, die is hier begraven. Even kijken wie nog meer. Mohammed al-Baqir, dat zijn latere nakomelingen van de profeet a.s. Die zijn hier ook allemaal begraven. En ook Abdullah ibn Ja'far is hier begraven. En ook Halima al-Sa'diyya, degene die de profeet a.s. eigenlijk opvoedde en grootbracht in zijn jonge jaren, die is hier ook begraven. Wat betreft de sahaba van de profeet a.s., wie is hier begraven? Een aantal prominente metgezellen. Dus ik zei net al, meer dan 10.000 sahaba zijn hier begraven. Maar degene die veel mensen kennen, ik zal er een paar opnoemen. Dat is Sa'd ibn Abi Waqqas, een van de Mubashirin al-Jannah. Die is hier begraven. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, die is hier ook begraven. Abu Sufyan, die later moslim werd, die is hier ook begraven. Al-Arqam ibn Abi al-Arqam, degene die zijn huis beschikbaar stelde voor de profeet a.s. en de da'wa in die eerste jaren in Mekka, die is hier ook, begraven. Usama bin Zayed radiallahu anhu is hier ook begraven. Usama bin Zayed was degene die het leger van de moslims mocht leiden aan het einde van het leven van de profeet a.s., die is hier ook begraven. Suheib Rumi is hier begraven. Degene die toen hij emigreerde vanuit Mekka naar Medina alles moest achterlaten. En ook echt alles heeft moeten achterlaten. En Medina binnenkwam zonder enkele bezitting. Is hier ook begraven. Al-Miqdad ibn Aswad is hier begraven. Mohammed ibn Maslama radiallahu anhu is hier ook begraven. Abu Sa'id al-Khudri en Sa'd ibn Mu'ad, die zijn hier ook allemaal begraven. Dus dit zijn een aantal sahaben van de profeet a.s. die hier zijn begraven. En ook prominente moslims uit het leven of uit het tijdperk van na de sahaba radiallahu anhum, die zijn hier begraven. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld grote imams zoals imam Malik rahimahullah. Imam Malik is hier begraven. Imam Malik was natuurlijk de grote faqih van Al-Medina, dus die is hier ook begraven. En imam Malik rahimahullah, die is begraven naast zijn sheikh. Want de sheikh van imam Malik, dat was Nafi'. En Nafi' is, subhanallah, Nafi' en imam Malik zijn naast elkaar begraven. Dus de leraar naast de leerling. En Nafi' was weer een leerling van wie? Van Abdullah ibn Umar. En dat is de gouden keten van ahadith. De gouden keten van ahadith, dat is Nafi'. Of de profeet, alayhi salam, leverde over aan Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar levert over aan Nafi'. En Nafi' levert over aan imam Malik. Dat wordt in de hadith-wetenschappen de gouden keten genoemd. De meest sterke, authentieke keten wat betreft de hadith-overleveringen. Dus imam Malik is hier begraven. Ook moslims uit het latere tijdperk. Misschien zeggen ze heel veel mensen niks, maar bijvoorbeeld een voorbeeld is imam Shamil. Imam Shamil was een verzetsleider eigenlijk. Hij leidde de strijd tegen de Russen in wat nu de Caucasus is. Dan moet je denken aan Dagestan, een omgeving. Hij vocht tegen de Russen en uiteindelijk werd hij soort van verbannen. En hij kwam hier in Al-Medina, kwam hij terecht. Zoals jullie zien zijn de graven heel erg simpel. En dat is mijn afsluiter wat betreft de historiek achter de begraafplaats van de Baqiya. Zoals jullie zien, de graven zijn heel erg simpel. Ze bevatten een steen, grafsteen en wat aarde en dat is het eigenlijk. Is dit iets wat hier altijd zo eruit heeft gezien? Nee, dat is het antwoord. Nee, het antwoord is nee. Want voor 1920, als je naar deze begraafplaats kwam, dan
was het eigenlijk vol met gebouwen. Want over de graven werden allerlei koepels gebouwd. Er werden allerlei graftombes gebouwd over de graven, rondom de graven. Het was eigenlijk een grote, leek wel een stad eigenlijk. Het leek wel een stad. Omdat de Ottomanen regeerden namelijk over Medina. En de Ottomanen waren heel erg soepel met het gaan naar de graven en het bouwen over de graven. Dus mensen in die tijd die bouwden allerlei tombes boven, over de graven heen. En Allahu a'lam of dat ook het geval was voor de Ottomanen, weet ik niet. Maar in ieder geval in het tijdperk van de Ottomanen was Al-Baqi' was bezaaid met graftombes. Wat is de reden dat het er nu zo uitziet? Heel erg simpel, alle stenen lijken op elkaar, alle graven lijken op elkaar. Je kan niet het graf van Aisha radiallahu anha onderscheiden van het graf van iemand die hier bijvoorbeeld een week geleden is komen te overlijden. Dat heeft allemaal te maken met de Dawah Najdiyah. Want vanuit een deel van Saudi-Arabië wat een Najd werd genoemd, of nog steeds wordt genoemd een Najd, kwam er een nieuwe beweging op gang. En deze beweging was een combinatie in politieke en religieuze beweging. Geleid door eigenlijk twee componenten. Het politieke component, dat was de Saud clan. En het religieuze component, dat was de familie van Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. En zij waren van mening dat hetgeen wat hier dus gebeurde in het tijdperk van de Ottomanen en al die graftombes die hier overal lagen, dat dat iets was wat tegen de sharia was. En hier is inderdaad ook vanuit islamitische optiek is hier ook voldoende bewijs voor. Dat het bouwen over graven en het gaan naar graven om allerlei zaken te verrichten die niet werden gedaan door de profeet, nog door zijn metgezellen, nog door degene na hen. En hier is religieuze basis voor. Dus wat gebeurde er? De Najdi-beweging, zij namen uiteindelijk Hijaz over, dus waaronder Mekka en Medina. En zij maakten alle graftombes die hier lagen, dus die mausoleeën en die grote gebouwen over en rondom de graven, die werden allemaal met de grond gelijk gemaakt. Waardoor het er nu zo uitziet. Het ziet er nu zo uit. Dus na 1920, als je hier naartoe kwam, dan zag het er ongeveer zo uit. Dus dat is allemaal gebeurd nadat de Najdi-beweging dit gebied overnam en een einde maakte aan al die graftombes en mausolea die hier werden gebouwd in het tijdperk van de Ottomanen. En een Britse reiziger, of volgens mij was het een reiziger als ik me niet vergis, die beschreef dit ook, want hij zei van, want hij heeft dit gebied bezocht. En hij zei nadat de Najdi-beweging Medina had overgenomen, en hij verwees ook naar de begraafplaats van de Baqi', hij zegt dat het leek alsof hier een aardbeving had plaatsgevonden, omdat al die gebouwen die hier overal lagen, over de graven en naast de graven, die waren allemaal omver geworpen. En het leek wel alsof hier een aardbeving had plaatsgevonden. Dus dat is de reden dat vandaag de dag, dat het er zo uitziet. Dat alles... Ik eindig deze vlog in El Medina bij het overlijden van de profeet alayhi salam. Ik sta hier net buiten de huidige moskee. De Masjid al-Nabawi, die is achter mij zoals jullie kunnen zien. Jullie zien daar Masjid al-Nabawi. Dat is de moskee van de profeet al-Salam. Ik ben naar buiten gelopen. Vroeger zag de moskee natuurlijk veel anders uit. Het is uitgebreid. Vroeger was de moskee heel klein. Dit hele gedeelte dat jullie hier zien. Dat is later bijgebouwd natuurlijk. En de moskee bevond zich aan de andere kant daar. En ook het huis van de profeet al-Salam bevond zich daar aan die kant. Dus de profeet al-Salam, aan het eind van zijn leven, wordt hij heel erg ziek, zijn koorts neemt toe en uiteindelijk komt hij, alayhi salatu wassalam, komt hij te overlijden. Vervolgens, wat gebeurt er daarna? Wat is zeg maar hetgeen wat daarna gebeurt? Iets wat heel erg belangrijk is in onze geschiedenis. Want wanneer het nieuws zich verspreidt dat de profeet, alayhi salatu wassalam, is overleden, wat gebeurt er op dat moment? Paniek breekt uit in Al-Medina, de mensen raken in paniek. Sommige mensen geloven het ook niet. Het nieuws dat de profeet alayhissalam is heen gegaan, dat geloven heel veel mensen ook niet. Omar bijvoorbeeld, die zegt op een gegeven moment van, hij is helemaal niet overleden. Hij is, net als Musa alayhissalam, is hij naar zijn heer gegaan en hij komt uiteindelijk weer terug. En hij bedreigde de mensen ook van, zeg niet dat hij is overleden. Ali, die sloot zichzelf op in het huis van Fatima. Kort samengevat, chaos breekt uit in Al-Medina. Uiteindelijk, wanneer het nieuws Abu Bakr radiallahu anhu bereikt, wanneer hem het nieuws bereikt dat de profeet alayhi salam is overleden, gaat hij vanuit zijn huis, die ligt aan die kant, hij had een huis aan de rand van Al-Medina, As-Sun heet die plek, en hij trekt naar het huis van de profeet alayhi salam, het huis van Aisha, want de profeet alayhi salam is komen te overlijden in het huis van Aisha radiallahu anha. En vervolgens
ziet hij de profeet alayhi salam. Hij ziet dat de profeet alayhi inderdaad is overleden. En hij verspreidt het nieuws onder de mensen. En hij spreekt de bekende woorden uit van degene die Mohammed aanbidden. Mohammed is er niet meer. Degene die Allah aanbidt, Allah is de levende en die keert nooit heen of die sterft nooit. En dan komt de realisatie dus dat de profeet Aslam echt is overleden. En wat gebeurt er? Ik ben nu hier aan de, net buiten de moskee van Al-Madina. Hier achter mij zien jullie namelijk een tuin. Tegenwoordig zijn er hekken omheen geplaatst. Ik zal het even van dichtbij laten zien. Een tuin. Ik kan niet naar binnen, want er zijn hekken omheen geplaatst. Maar hier zien jullie een tuin. Het is een ongewone plek deze tuin, want deze tuin, subhanallah, die bevindt zich hier in Medina. Medina staat niet bekend om de vele bomen, althans niet hier in de buurt van de moskee. Het is een stukje groen eigenlijk aan de rand van de moskee. En deze plek, hier is historie geschreven. Deze plek heeft namelijk de naam de Saqifa van Bani Sa'ida. De Saqifa van Bani Sa'ida. Wat gebeurt hier namelijk in deze, hier bij deze tuin? De Ansar die komen bij elkaar en zij zijn van plan om een nieuwe leider te kiezen. Om een opvolger te kiezen, dus een politieke leider, een religieuze leider, als opvolging van de profeet alayhi salam. En zij komen hier dus bij elkaar. En dit is dus wat er overgebleven is van de Saqifa van Bani Sa'ida. En Bani Sa'ida was een deel van een stam van de Ansar. En zij komen hier bij elkaar. En de Ansar die zijn dus van plan om een van hun leiders te kiezen als leider. En degene die zij willen kiezen als leider, dat is Sa'd ibn Ubada. Sa'd ibn Ubada, zij zijn van plan om achter mij hier, om hem te kiezen als de leider. En de Ansar die hebben als argument van, wij zijn de meerderheid van de moslims. Het leger van de moslims bestaat grotendeels uit de Ansar. De Muhajirin, dat zijn eigenlijk, die zijn een minderheid in Al-Madina. Wij hebben de status, de aantallen en leiderschap hoort eigenlijk bij ons. Dat is wat ze zeggen. Wanneer dit nieuws Abu Bakr bereikt en Omar. Want Abu Bakr en Omar zijn bezig. Zij zijn naar het huis van de profeet alayhi salam gegaan. En zij zijn daar bezig met de janaza eigenlijk. Hè, met het regelen en het helpen bij de janaza van de profeet alayhi salam. En uiteindelijk Al-Mughira ibn Shu'ba. Al-Mughira ibn Shu'ba is een van de sahaba. Hij gaat naar het huis van de profeet alayhi salam. Waar dus het lichaam van de profeet alayhi salam ligt. En hij zegt tegen Omar, kom naar buiten. Want de Ansar hebben zich hier verzameld bij de Saqifa van Bani Sa'ida. En zij zijn van plan om een nieuwe leider te kiezen. En hij zegt, dit is een heel gevaarlijk iets. Want wanneer ze dat doen, dan kan er een grote verdeeldheid ontstaan onder de moslims. En hij zegt, hier moet iets aan gedaan worden. Vervolgens, Abu Bakr en Omar, radiyallahu anhum jami'an, die vertrekken vanuit het huis van de profeet al-Islam, dus bij de masjid van de profeet al-Islam, hier achter mij. En zij trekken hier naartoe. Onderweg komen zij Abu Ubaida ibn al-Jarrah tegen. Zij komen hem tegen en ze zeggen, kom met ons mee. Uiteindelijk komen ze hier dus aan, bij de Saqifa van Bani Sa'ida. Bij deze, hier lag dus die, het is een soort schuur geweest eigenlijk, waar de Ansar bij elkaar kwamen. En hier komen ze dus en zij zien dat de Ansar dus van plan zijn om een nieuwe leider te kiezen. En Abu Bakr neemt het woord en hij zegt tegen de Ansar, hij zegt, jullie hebben inderdaad positie. Jullie zijn inderdaad de meerderheid van de umma. Jullie zijn inderdaad degene die enorm veel hebben opgeofferd voor de islam. Jullie zijn degene, en hij noemt allerlei deugden op van de Ansar en hij geeft ze ook gelijk. Hij zegt tegen hun van, jullie zijn inderdaad belangrijk. Jullie zijn inderdaad, jullie hebben een hele hoge positie. Maar hij zegt, de Arabieren zullen nooit een leider accepteren buiten de Quraysh. De Arabieren van Quraysh. En hij zegt van, zij zullen nooit een leider accepteren buiten de Quraysh. En dat is inderdaad zo, want de Arabieren waren verdeeld in allerlei stammen en groeperingen. Maar ze hadden één ding gemeen, de Arabieren. Zij accepteerden allemaal het gezag en de positie van de Quraysh. Waarom was dat het geval? Omdat de Quraysh degene waren die de eer hadden van het bezitten van de Kaaba en het beschermen van de Kaaba. En om die reden hadden de Quraysh een hele hoge status onder de rest van de Arabieren. En het is dan ook zo dat wanneer werden vele stammen moslim,
pas naar Fetch Mekka. Want toen de Arabieren zagen dat de moslims Mekka hadden ingenomen en dat de Kaaba nu van de moslims was, toen werden enorm veel stammen werden toen moslim. Dus Abu Bakr zegt tegen hun van, de Arabieren zullen geen leider accepteren die niet van de Quraysh is. En op een gegeven moment komen de Ansar met een soort van tegenvoorstel en zij zeggen tegen Abu Bakr, en ze zeggen tegen hem van, laten we anders een deal sluiten. Laten we een leider vanuit de Muhajirin kiezen en een leider vanuit de Ansar. Dus eigenlijk twee leiders die wij kiezen namens jullie, namens ons. En zo hebben we het opgelost. Een soort poldermodel om het zo te noemen. En Abu Bakr die zegt van, dit gaat niet werken. Want yani, twee kapiteinen op één schip, dat werkt gewoon niet. De mensen gaan ook verdeeld raken. De rest van de Arabieren zullen ook allemaal hun eigen leiders kiezen. Dit zal alleen maar versplintering veroorzaken. Uiteindelijk ontstaat er een soort van padstelling van, wat gaan we nu doen? Ja, het is gespannen. De sfeer is ook best wel gespannen. Uiteindelijk, Abu Bakr radiallahu anhu, die zegt vervolgens, hij zegt van, kies een van deze twee. En hij wijst naar Omar radiallahu anhu en naar Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. En hij zegt, kies een van deze twee. En dit is tevens een bewijs en een bewijs tegen de Shiïten. Want de Shiïten die hebben natuurlijk een heel ander narratief over dit hele incident wat hier achter mij heeft plaatsgevonden. De Shiïten die vinden, die zeggen dat Ali is beroofd van de Khilafa en dat Abu Bakr en Omar het lichaam van de profeet Alayhissalam in de steek lieten en vervolgens trokken naar hier achter mij, naar de Saqifa van Bani Sa'ida, om de leiderschap te pakken en af te pakken van Ali, et cetera. Dit is het narratief, het valse narratief van de Shia. En het bewijs tegen hun is, Abu Bakr zegt tegen de moslims, tegen de Ansar en de Muhajirin, hij zegt, kies een van deze twee. Als Abu Bakr daadwerkelijk zelf de leider had willen zijn, dan had hij gezegd, kies mij. Maar nee, hij zegt, kies Omar of kies Abu Bakr. En op dit moment, op dit cruciale moment, wat zegt Omar? En dit is ook weer een bewijs tegen de Shia, want wat zegt Omar? Als Omar leiderschap had gewenst voor zichzelf, dan had hij toch geaccepteerd en had hij gezegd van, is goed, ik word wel de leider. Maar Omar radiallahu anhu, die zegt, hoe kunnen wij iemand kiezen als leider terwijl Abu Bakr nog in leven is? Abu Bakr is degene die werd aangesteld door de profeet alayhisselam om het gebed te leiden toen hij ziek was. Abu Bakr was degene die de profeet alayhisselam vergezelde tijdens de hijra. Abu Bakr is degene die een van de eerste moslims was. De eerste vrije man die de islam accepteerde was Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. En hij noemt allerlei redenen op en hij zegt van, hoe kunnen wij iemand accepteren terwijl Abu Bakr radiyallahu anhu nog in leven is. En uiteindelijk wat gebeurt er? Omar die pakte de hand van Abu Bakr radiyallahu anhu en hij geeft de bay'a, de eed van trouw aan Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. En vanaf dat moment wordt gezegd dat de mensen die hier aanwezig waren, zowel de Muhajirin als de Ansar, zij struikelen over elkaar heen om Abu Bakr radiyallahu anhu hun bay'a te geven. En iedereen die aanwezig is, geeft, realiseert zich dat Abu Bakr inderdaad de enige is die het verdient om nu de leider te zijn. Degene die de hoogste positie en status heeft. En zij geven allemaal hun bay'a aan Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. En Abu Bakr radiyallahu anhu wordt dus hier achter mij, bij de Saqifa van Bani Sa'ida, wordt hij gekozen met ijma', met consensus van de Sahaba radiyallahu anhum, wordt hij gekozen als de nieuwe khalifa en de eerste khalifa van de Khulafa al-Rashidun. En de dag daarna vindt de algemene bay'a plaats. Meer dan 30.000 Sahaba radiyallahu anhum, die komen naar de moskee van Medina en zij geven hun bay'a aan Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Zonder uitzondering, zonder uitzondering. En ook Ali radiyallahu anhu geeft zijn bay'a aan Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Wat ook een bewijs is tegen de Shia, is dat zij zeggen dat Abu Bakr de janaza van de profeet in de steek liet en noem het allemaal maar op. Wie was degene die de plek koos waar de profeet begraven zou worden? Want nadat Abu Bakr hier de bay'a kreeg, is hij direct teruggegaan naar het huis van de profeet alayhis salam. En hij kwam daar aan bij de profeet alayhis salam. En er ontstond een gesprek over waar moet de profeet begraven worden. En het was uiteindelijk Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu die zei van, ik heb de profeet alayhis salam horen zeggen dat wanneer een profeet overlijdt,
dat hij begraven wordt op de plek waar hij is komen te overlijden. En dan besluiten zij dus om de profeet alayhissalam te begraven op de plek waar hij is gestorven, in het huis van Aisha radiyallahu anha. En daarom bevindt het graf van de profeet alayhissalam zich in het huis van Aisha en in de moskee van Al-Madina. Dus daarmee sluit ik deze vlog af. Abu Bakr radiyallahu anhu wordt met consensus wordt hij gekozen en geaccepteerd als de nieuwe khalifa. En iemand die iets anders beweert, iemand die zegt dat Abu Bakr niet de rechtmatige khalifa is, of iemand die zegt dat iemand anders dan Abu Bakr de khalifa had moeten zijn, zo iemand treedt de consensus van Ahlu Sunnah wal Jama'a, treedt hij tegen, en zo iemand is vervallen in dwaling, in grote dwaling. Dus tot zover hier vanuit Al-Madina Al-Munawwara, vanuit de vredige tuin hier van de Saqifa van Bani Sa'ida, waar As-Siddiq radiyallahu anhu werd gekozen na het overlijden van de profeet alayhis salam als de nieuwe khalifa van de moslims. En assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh vanuit Al-Madina. En dit is het einde van de vlog. Deze vlog werd mede mogelijk gemaakt door Mekka en Medina Reizen, de reisbureau voor een bezoek aan Mekka, Medina, Masjid al-Aqsa en Al-Andalus.